De actualiteit is dat jullie boos zijn over het competitieprogramma van de KNVB. Je hebt gezegd, we willen bij voorkeur op zondagmiddag 2:30 spelen. En dan dit. Je moet je beroerd voelen met dat programma, denk ik. Nou ja, het is natuurlijk een optelsom van verschillende factoren. Hè. Het feit dat er op zaterdagmiddag 4:30 gevoetbald wordt. Waarbij men zegt van ja, het is voor de tv-uitzending. Waarbij men ook nog eens zegt, alle gelden, tv-gelden worden collectief, solidair verdeeld. Dus iedereen krijgt hetzelfde. En je wordt dan als club 8 keer op die middag ingedeeld. En je bent 3 dagen bezig met allerlei argumenten. En iedereen zegt, ja, het klopt. En uiteindelijk verandert er niets. Ja, dan ben je hevig teleurgesteld. Ja, want je hebt geprobeerd het recht te zetten in de voorbije weken. Ja, ja, we hebben het aangegeven aan de KNVB. Kijk, op de eerste plaats hebben we gereageerd op het feit dat Jong PSV, Jong Ajax en Jong Twente meespelen. Dan zeggen we dus in het belang van Nederlands voetbal. Ja, dan denk ik, als je praat over het belang van Nederlands voetbal. Als eerste divisieclub speelt Sparta 25% aan de jeugdopleiding. We zijn op sommige nationale elftallen leveren altijd nog spelers af. Ik denk dat het voor het belang van Nederlands voetbal is dat Sparta gewoon dit blijft doen. De meeste eerste divisieclub hebben helemaal geen jeugd meer. Dus wij dragen bij tot nationaal belang. Ik denk dat we heel aantrekkelijk zijn. Als je ziet waar wij komen, dat iedereen ontvangt dus met open armen, want dan komen de meeste supporters. Nou, we hebben een dure huishouding. We geven goede argumenten aan dat wij zaterdagmiddag ook een jeugdafdeling hebben die we moeten draaien. En er wordt gewoon totaal niet geluisterd. Ja, dan denk je, waar ben je mee bezig? Voelen die overleggen in de voorbije weken bij de KNVB als een soort van wassen neus? Is dat voor de vorm geweest? Ja, ik denk het wel. Kijk, heel simpel. Ik denk dat de deals worden gemaakt door hoge hand, door de KNVB en Fox. Ik denk dat de meeste ploegen in de eerste divisie er wat minder moeite mee hebben. Omdat je daar, die zijn veel meer bezig met overleven. Die zijn niet zozeer bezig met ambitie, mooie deals maken. Die hopen gewoon dat ze weer in de hoogste, in de eerste divisie blijven. Dat ze de begroting rondkrijgen en dan zijn ze tevreden. Wij niet, wij willen meer. We willen vermaken, we willen publiek vermaken. We willen mensen een stadion te trekken. We willen ambitie tonen, we willen jeugdspelers inbrengen. Ja, dan word je op zo'n manier word je dan teruggeduwd in het hokje. Ja, ik kan er zelf van alles bij bedenken, maar leg jij eens uit waarom die zaterdagmiddag 4:30 zo ongunstig is voor jullie? Nou ja, het heeft natuurlijk op de eerste plaats mee te maken met de sponsoren. De sponsoren die op die tijdstip, zeker in midden- en kleinbedrijven, zijn zaterdag gewoon nog actief bezig. Hè. De meeste winkels zijn nog open, het sluit om 4:00 voordat die naar het stadion kunnen komen, is de ramp. Dat betekent dat alle business seats bij ons heel moeilijk verkocht zullen worden de aankomende tijd. Het eten in het stadion, gemiddeld hebben we toch een 200-300 man aan het eten. Ja, voor de cateraar is dit een ramp volgens mij. Ja, en daar zitten wij natuurlijk ook mee van. Hè. Hoe meer mensen er komen eten, hoe meer plezier wij hebben. We hebben een jeugdafdeling waarbij mensen een dubbelfunctie hebben. Die vrijwilligers zijn bij de jeugd en ook werkzaamheden doen in het stadion. Van bewaking tot gastheer. Die kunnen nu niet samenwerken. Je eigen jeugdelftallen die kunnen al niet aanwezig zijn omdat je daar 's middags aan de slag moet. En dan de supporters hier in het Westland, waar we heel veel zaterdagmiddag voetbal hebben. Mensen die supporters zijn van Sparta, maar ook nog vaak een eigen amateurclub hebben. Zij het passief, zij het actief. Die kunnen nooit meer naartoe, want als Excelsior Maassluis, hier in Maassluis, waar we heel veel supporters zitten, als die zaterdagmiddag voetballen, ja, waar moet je dan naartoe? Dan ga je zeker niet uit, hè, ons ondersteunen. En thuis wordt het ook al zeer moeilijk om op tijd in het stadion te zijn. Vrees jij inkomstenderving, simpelweg? Ja, ik denk dat we sowieso al in de KNVB hebben aangetoond dat de reactie van niks aan de sponsoren, dat het ons wel over de ton zal kosten. Zeker op dit moment al met het voorverkoop van business seat en boxen. Ja, als je dan meer dan een ton kwijtraakt, ja, dan hebben we het nog niet over de gewone seizoenkaarten en de supporters. En ik vind het ook een service naar je eigen publiek om er alles aan te doen om de ideale omstandigheden te krijgen, zodat het publiek kan genieten van een dagje Sparta. Is het voetbalpubliek in zijn algemeenheid gebaat bij vastigheid, weten wanneer je clubje speelt? Nou ja, kijk, ze mogen allerlei zaken doen en ik snap best goed dat het voor Rotterdam moeilijk is om Sparta altijd te beloven op zondagmiddag thuis te spelen. Je hebt ook mee te maken met Feyenoord en Excelsior. Dus het gaat erover dat dan de lasten maar evenveel en evenredig verdeeld dienen te worden. Ik besef ook heel goed dat wij eerste divisie zijn en geen eredivisie. Alleen als je dan op de eerste divisie 8 wedstrijden Sparta laat spelen, dan zul je dat zeker moeten compenseren door de commerciële deals te maken en zeggen, oké, we hebben tv-geld, Sparta, jullie zijn publiekstrekker, door jullie neem de toeschouwersaantal toe, hebben ook meer tv-publiek dan welke andere club op het moment dat ze spelen, dan krijgen jullie wat meer inkomsten. Nee, ze hebben ons gekort in inkomsten en ze zetten ons ook nog eens een keer op een heel moeilijk moment neer dat we zelf inkomsten kunnen gaan genereren. Ja, dat vind ik echt een doodsteek. Wat kun je met dit gegeven? Kun je überhaupt wat? Helemaal niets. We zijn de afgelopen tijd heel veel bezig geweest. We zitten in alle, hè, want er zijn sommige clubs die hebben geen professionals. En wij hebben professionals binnen de organisatie. We hebben in alle commissies gezeten. We hebben overal ons geluid laten horen. Maar je merkt gewoon dat de deals van bovenaf zijn gemaakt. En dat je daar als club zijnde steeds minder te vertellen krijgt.